Hallo jongens en meisjes, ik ben Gordon. Vandaag maken we de ukulele. De ukulele is een kleine gitaar uit Hawaii, een eiland in de Stille Oceaan. De ukulele is de laatste jaren heel populair omdat hij zo klein is. Om een ukulele te maken heb je materialen en gereedschap nodig. Dit heb je nodig. Als je het materiaal en gereedschap om de ukulele te bouwen hebt verzameld, kunnen we beginnen. Knip alle afbeeldingen uit de afdrukken die je hebt gedownload op de PrittWorld website. Als je alles hebt uitgeknipt, zijn we klaar om de plaatjes op de doos te lijmen. Dit doen we met onze handige lijmstift. Gebruik flink veel lijm, zodat alles goed blijft zitten. Meestal zie je dat er langs de randen overtollig papier uitsteekt. Knip dat af met een schaar. Nu je al extra papier hebt afgeknipt, kunnen we de elastiekjes op de doos plakken. Wind ze op deze wijze rondom de doos. Ik gebruik 3 elastiekjes op mijn ukulele, omdat ik dat een goed aantal vind. Nadat je de elastiekjes op hun plaats hebt gezet, maken we de hals van de ukulele. Voor de hals hebben we 2 toiletrollen, keukenpapier en een stuk karton nodig. Knip dit uit de achterkant van een ontbijtgranendoos. We zetten het hier neer en gaan verder. Gebruik voldoende lijm, zodat het goed op het stuk karton plakt. Lijm het op zijn plaats. Als het eenmaal vast zit, kun je het afknippen. Overtollig karton afknippen op deze manier. Nu gaan we de hals bevestigen. We knippen de toiletrol in, zodat we 2 flappen aan de onderkant krijgen die je op de onderkant van het melkpak kunt lijmen. Smeer veel lijm op de 2 flappen die je uit het melkpak hebt geknipt. Om extra steun te geven, trek ik de elastiekjes over de flappen van de toiletrol. We kunnen nu de kop van de ukulele in de toiletrol zetten. Neem wat toiletpapier en rol het op. In de achterkant lijmen. Dit lelijke bruine gedeelte kunnen we mooier maken door het plaatje van de frets op te lijmen. Zo ziet het er al veel beter uit.
Als je jouw ukulele hebt versierd, kunnen we aan beide uiteinden de korter gemaakte potloden onder de snaren van de ukulele plaatsen. Hierdoor worden de snaren van de doos opgetild en kunnen ze worden bespeeld. En je hebt nu je eigen ukulele. Ik hoop dat je vandaag samen met mij met veel plezier deze ukulele hebt gemaakt en hoop je gauw weer te zien op Prit World. Een fijne dag. Dag!